nieuwe trolleybusverbinding in Huissen er na veel commotie uiteindelijk niet is gekomen, lijkt het voor de Arnhemse wijk De Laar Oost wel te lukken. Het gemeentebestuur en de vervoerder Hermes willen namelijk trolleylijn 2 gaan uitbreiden met een verbinding naar de wijk in Arnhem-Zuid. Deze zou dan vanaf juni 2014 in gebruik moeten zijn, mits de stadsregio akkoord gaat met de financiering. Wat mij betreft mag het ook doorgaan, want ja, trolleybussen geven hem eenmaal minder geluid, minder stank, alhoewel dat nu wel een beetje weg is. Ja, en waarom niet? In De Laar West is het, in Helderveld is het, op Rijkerswoerd is het. Alleen wij zitten er als raar stukje niemandsland tussen, dus wat mij betreft is het goed. Ja, is het alleen prettig of was het ook echt hard nodig? Ach, hard nodig. Het verschil tussen een dieselbus en tussen een trolleybus zal milieutechnisch gezien beter zijn en voor het geluid ook. Maar als het gaat om het aantal bussen, dan maakt het niet zoveel uit, denk ik. Hoe was het met het openbaar vervoer hier geregeld? Ja, dat is een studie op zich en waar je echt verstand van moet hebben. En wat je bijna ieder jaar weer opnieuw denkt van, hoe zit het nu? Ja, er rijdt een bus en je moet ook iedere keer weer kijken wanneer of die gaat, want het verandert nog wel eens. Ja, uiteindelijk kun je overal komen, maar er verandert wel eens iets ten nadele van heel veel mensen. De buslijn die dan mogelijk hier in De Laar Oost komt, is misschien ook mede te danken aan het feit dat die in Huissen niet is gekomen. De mensen daar hadden vooral ook moeite met horizonvervuiling, de masten, de kabels. De mensen hebben daar hier geen last van? Nou, dat weet ik niet, want we hebben gisteravond tijdens de wijkplatformvergadering besloten dat wethouder Leijsink, die bij aanwezig was en die het dus ook kenbaar maakte dat het mogelijk zou kunnen gaan gebeuren. Hij zal een artikeltje schrijven wat in het eerstvolgende wijkblad uitkomt. Dat wordt dan verspreid onder 3000 adressen hier in De Laar Oost, waarin gevraagd wordt of mensen die bezwaar hebben willen reageren. Dus deze kleine groep die gisteravond aanwezig was, wat dus eigenlijk een klein gedeelte is van de mensen die er wonen, die hadden geen bezwaar. Maar het is natuurlijk wel zo eerlijk om die anderen een kans te geven om ook hun zegje te kunnen doen. Het laatste woord is natuurlijk aan de stadsregio. Stel nou dat de stadsregio zegt nee, dat doen we toch niet. Wat dan? Is het toch misschien een gemiste kans, maar wat ik begrepen heb, is het voor de stadsregio gunstig om het wel te doen op financiële basis. Dus eigenlijk alles zit mee? Waarschijnlijk wel. Maar ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Na het door te lage opkomst ongeldig verklaarde referendum in mei over de komst van een kunstencluster in Arnhem is het een tijdje rustig geweest rond deze kwestie. Donderdagochtend verbrak wethouder Michiel van Wessem de stilte met een toelichting over een nieuwe stap die het college van BMW zet in de ontwikkeling van het kunstencluster met een traditionele aanbesteding. En we hebben deze week een belangrijk besluit genomen, namelijk om het nu ook te gaan visualiseren. En dat visualiseren, dat krijgt vorm in de vorm van een architectenselectie. En dat gaan we eigenlijk op precies dezelfde manier doen als we het in de tijd voor Rosette gedaan hebben. Waarvan we gezien hebben dat dat ook heel erg goed werkt. Gaan we dus ook veel partijen uit de stad bij betrekken. Laten architecten ook de ruimte om met eigen ideeën te komen, zoals het bij Rosette ook gedaan is. Uiteraard op basis van het ambitiedocument. Het ambitiedocument waarvan je kan zeggen, dat is een functioneel programma van eisen. Daar staat dus in functies precies in wat we willen. Maar het is nog niet beperkend in hoe dat er dan allemaal precies uit zou moeten zien. De actiegroep Laat Lent Laag komt met ludieke acties als nieuw protest tegen de bouw van het Hotel van der Valk bij het nieuwe station van Lent. Welke acties er precies ondernomen zullen worden, dat maakt de actiegroep nog niet bekend. Op 2 oktober besluit de gemeenteraad van Nijmegen of hij instemt met de komst van het hotel, inclusief een 55 meter hoge toren. En 6 ziekenhuizen in Gelderland houden in oktober de 1000 borstenbeurs. Dat is een beurs met informatie over borstkanker en alles wat daarmee samenhangt in de Eusebiuskerk in Arnhem. Tijdens de beurs zijn specialisten en ervaringsdeskundigen aanwezig. In de stands en via lezingen delen ze deze kennis en ervaringen. De beurs is woensdag 9 oktober geopend van 1 tot 7 uur. En de entree is gratis. Dit weekend belooft droger en wat zonniger te worden dan de afgelopen dagen. En dat is natuurlijk goed nieuws voor festival De Oversteek. Het festival vol dans, muziek, theater en literatuur vindt zaterdag en zondag voor een belangrijk deel in de buitenlucht plaats. En dan is het natuurlijk prettig als je de optredens en voorstellingen niet allemaal in het water ziet vallen. Zeker als je een Lustrum-editie te vieren hebt.
Ja, bijzonder. Het overviel me eigenlijk een beetje, moet ik je eerlijk zeggen. En het overviel me ook weer dat het alweer zo snel is gegaan met Festival de Oversteek inderdaad. Alweer de 5e editie inderdaad. Ja, superleuk. Eigenlijk een programma zoals alle andere jaren hoor. Geen enorme bijzonderheden of enorme trekkers, maar wel wat hele mooie locaties erbij, moet ik zeggen trouwens. En voor de eerste keer een openluchtfilm op de zaterdagavond. Voor de eerste keer een historische tuin s'avonds, waar we hier dus nu staan, een programma. Dus ja, goed, er zijn wel wat speciale momenten. Maar ja, elk jaar proberen met de Oversteek in ieder geval nieuwe locaties en bijzondere voorstellingen sowieso te programmeren. Dus ja, hey, nothing new, hè? Festival de Oversteek kent tal van locaties in de Waalsprong en de Gelderse Poort. Het benadrukt de verbinding tussen natuur en cultuurhistorie, waarbij de voorstellingen en de optredens vooral in intieme sfeer plaatsvinden. Ja, we staan hier in de historische tuin in Lent. Nu nog rustig. Hoe gaat het er van het weekend hier uitzien? Ja, dat wordt toch heel spannend sowieso. Maar ja, ik vermoed een enerverend avondje. Want je moet je toch voorstellen dat hier een live band komt met hele hippe jonge dansers. En die gaan in deze boomgaard gaan ze een voorstelling een paar keer spelen. Ja, mooi met het blijkt ook nog volle maan zo'n beetje te zijn. En ligt het allemaal mooi uit. Live muziek van een rockband en dans. Dus dat is al heel geen business as usual, zullen we zeggen, voor de historische tuin. Er is een theatervoorstelling, singer-songwriter theatervoorstelling in de schuur. En inderdaad, bij de moestuin is een openluchtfilm. En daarna kan men inderdaad naar Landgoed de Doornik, want er speelt er ook nog een leuk polka klezmer bandje en zo. Maar ik denk gewoon heel leuk eigenlijk. En de Oversteek, het is allemaal niet grootschalig en mega. Het zijn allemaal mooie, goede, kwalitatief goede voorstellingen op in een hele mooie setting. En ja, dat hoop ik dat we dat zaterdag dus hier inderdaad ook gaan beleven. Ja. Ja, er is geen voorverkoop. Hoe kunnen mensen dan toch aan kaartjes komen? Ja, het best kan je toch even nog even de website sowieso bezoeken. Daar kan je ook een timetable en een plattegrondje van het festivalgebied, want het strekt zich best wel uit langs de Waal, downloaden. Passepartouts sowieso voor de zondag zijn op elke plek te koop. Dus dat heeft ook nooit problemen opgeleverd. Voor de zaterdagavond kan je inderdaad wel, als je helemaal verzekerd wil zijn van een plekje op de Oversteek of op Landgoed Doornik. Het zijn allebei de festivallocaties voor de zaterdag. Kan je een mailtje doen naar festivaloversteek@gmail.com. En dan kan je gewoon reserveren. Zorgen we dat de kaartjes klaar liggen voor je. Meer informatie over programma en locaties is te vinden op www.festivaldeoversteek.nl. Vrijdag, de middagborrel is alweer voorbij. Maar het weekendgevoel is inmiddels bij iedereen naar binnen geslopen. Hoogste tijd dus om de afgelopen week in vogelvlucht met je door te nemen. In de week in het kort. Westervoort heeft net als Vitesse in Arnhem tegenwoordig haar eigen arend als boegbeeld. Deze arend die vliegt wat minder vaak, maar bekijkt ook van bovenaf hoe een team presteert. Al heeft het college van BMW in Westervoort uiteraard weinig weg van een voetbalteam. Arend van Hout, hij is sinds 6 september de nieuwe burgemeester van Westervoort. Hij heeft er zin aan. Ja, erg leuk. Het was wel meteen een soort onderdompeling. Kennismaking met iedereen, met ambtelijk apparaat, met officier van justitie, met brandweer. Dus heel veel contacten, maar erg leuk om te doen. Arend vult zijn dagen met het oppoetsen van de Amps-ketting. Veel belangrijk werk daarnaast en af en toe even een spelletje op de iPad. Dit zouden we eruit knippen. Sorry. Overigens heeft de nieuwe burgervader al wel nagedacht over een eventuele herindeling. Dus misschien is deze werkplek maar van korte duur. Ook lieten we je deze week zien dat de open dag van het Huis der Provincie geslaagd was. Ik dacht de buitenkant eerst waardeloos. Dat zei ik tegen de mevrouw in de Eusebiuskerk, want daar ben ik net ook geweest. En die zegt, je moet echt in het provinciehuis gaan kijken. Dus, en ik vind het hartstikke mooi. Ja, ze heeft gelijk. Vanaf de Eusebiuskerk liepen de blazers van de big band Sound of Science al spelend naar hun plek op het podium, onder het carillon, op het bordes van het provinciehuis. Dat was even een feestje. Dinsdag 17 en woensdag 18 september waren de spotlights in Arnhem gericht op het stadsklimaat. Met een vrachtfiets die niet van zijn plek te krijgen was, trachtte deze kunstenares gedurende 2 dagen een route door de stad te fietsen, waarbij ze op ludieke manier aandacht probeerde te krijgen voor het klimaat.
vandaag ga doen is eigenlijk op verschillende plekken in Arnhem van noord naar zuid fietsen. En op die route ga ik eigenlijk microklimaten aanleggen met mos. Tja, het lijkt wel een ziekenhuisbed dit. Ja, het lijkt op een ziekenhuisbed. Het is speciaal gekozen omdat het is eigenlijk een douchebrancard. Dus er kan water doorheen lopen en dan blijft het mos vochtig, want het moet groeien. Dat is de bedoeling, ja. Aha, kunst. Natuurlijk. We zagen het al ooit eerder. Toiletpotten in sommige achtertuinen gevuld met aarde en plantjes. Maar een douchebrancard vullen met aarde en mos, maar die is nieuw hoor. En nu we hopen dat niemand deze meeneemt en thuis in de achtertuin plant. Mooi, nou we fietsen even snel door om ons op duurzame en klimaatneutrale wijze naar Westervoort te begeven. Daar heerst namelijk woede en onrust om een promotiefilm. We kregen afgelopen vrijdag de mededeling dat het filmpje voldeed niet aan de eisen die het college daaraan wilde stellen of moest stellen. En het gevolg was dat ze eigenlijk gezegd hebben, we trekken onze handen ervan af. Even samengevat, een door jongeren gemaakte promotiefilm over Westervoort zal, als het aan de wethouder Arthur Bonen ligt, nooit iemand te zien krijgen. Burgemeester en wethouders hadden tieners €5.000 gegeven om een promotiefilmpje te schieten. Maar die was volgens de wethouder Breunissen doorgeschoten. Snapt u het nog? Ja, de PvdA is boos. Die ziet die €5.000 zo door de toiletpot spoelen. Niemand krijgt die film te zien natuurlijk. En dat is vreselijk. We hebben van alles binnenstebuiten gekeerd. We hebben een uniek fragmentje boven de tafel gekregen. Kijkt u even mee. Nou, doorgeschoten? Nee, toch? Oké. Tot slot, een carrière die kan soms heel snel gaan, ook op zeer jonge leeftijd. Daarover kan de Arnhemse Robin Hultsken meepraten. Ze is pas 16 jaar oud, maar ze werkt al voor IMG Models. En ze reist ook de hele wereld rond naar fotoshoots voor onder meer H&M en Tommy Hilfiger. Ik heb voor de H&M gewerkt. Ik heb voor de G-Star Online Shop gewerkt. Ik heb ook voor Tommy Hilfiger gewerkt. En voor de rest zijn het gewoon bladen zoals de L, Grazia, de Numero en allemaal dat soort bladen. Ja, deze jonge opvolgster van Doutzen Kroes heeft nog één grote wens. Nou, mijn droom is om ooit voor Victoria's Secret te lopen. Maar dat is denk ik elke droom van een model. En om op de cover te staan van de Italiaanse Vogue. Victoria's Secret, nou die komt er wel. En daarna komt Reinoud Oelemans met een film over een boot en een schommel. En dan gaat die carrière helemaal in een stroomversnelling. Met deze wens sluiten we deze week in het kort. Geniet van de korte terugkeer van de zomer dit weekend en tot volgende week.